een moeilijke wedstrijd. Wat een starter. Ja, moeilijke wedstrijd, maar uiteindelijk goed gedaan. Ja, Tyler Persons, voortdurend frontpressing van de mannen, nummer 4, behoorlijk irritant, maakte weinig fouten. Maar uiteindelijk, als je dan kijkt naar het resultaat, hij overleeft dat wel, hij doet dat wel knap. Volgens mij heeft hij dat knap gedaan, hebben andere spelers dat knap gedaan. Ik denk dat dit een hele mooie team effort is. We winnen de tweede helft met 20 punten verschil. Tegen een Bratislava, wat eigenlijk heel erg in controle was. En denk ik heel goed speelde. Eigenlijk drie kwart van de wedstrijd. En toen braken ze. They had a really good game plan coming in. They denied me full court, made it hard for me. And my teammates did a good job of getting me open and screening for me and getting him off me. He was a really good defender and it was a good challenge for me. Ik denk toch verrast. Toch een beetje verrast van het team, door het team. Ik denk dat wij wel mee konden. En laat echt op gang zijn gekomen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je op de juiste momenten piekt. En dat is vandaag dus gebeurd. Maar ik denk dat wij iets scherper moesten zijn in het begin. En dan konden wij de wedstrijd bepalen. En dan moesten hun eigenlijk harder gaan vechten en noem maar op. En nu moesten wij gas geven. Ja, nu moesten wij gas geven om eroverheen te gaan. En, maar ja, eind goed, al goed. We hebben de wedstrijd gewonnen. Dus. We zagen in de eerste kwart dat zij eigenlijk onder controle waren en jullie komen terug. We zagen hetzelfde bij het tweede kwart. Hè. Ineens maak je nog 7 punten vak voor rust. Kreeg naar de stats in de rust. Toen dacht ik, oei, die rebound en die turnover. Als we nou een beetje beter gaan schieten en alles ging in de tweede helft die andere kant op. En dan win je hem gewoon. Nou ja, het is de reden waarom Europa te willen spelen. Daar is niets voor niks en alles gaat in de details. Dat hebben we gezien uit in Peru, waarin we het even laten liggen en dan staan we 15 achter. We hebben thuis gezien tegen Peru, waarbij je een verlenging moet spelen. We hebben tegen Benfica gezien, waarbij je 2,4 seconden nodig hebt om nog te winnen in het verlies. En eigenlijk is het vandaag niet anders geweest. Het gaat om 2-3 possessions, waar denk ik zij iets minder op reageren. Maar de hele eerste helft zat het er ook al in, dan waren we denk ik iets te ongeduldig. We konden niet echt omgaan met de agressiviteit die we zelf nodig hadden om bij te blijven. Er zaten in de eerste helft ook al kansen. Ik doe dat uit mijn hoofd. Ik denk dat we 31-30 voor stonden met een open bal. Als die erin gaat is het ook 4 verschil. En ineens staan we 8 achter. Dus dat is het mooie van internationaal basketbal. Tegenstander wordt goed gecoacht, goed team. En uiteindelijk hebben wij ervoor gezorgd om dat te winnen. Als we naar het eerste kwart kijken, dan zie je dat veel easy basket. Je had ook een abominabel veld goalpercentage in de eerste helft. Als dat dan beter gaat, want dat is waar je het uiteindelijk over hebt. Meer geconcentreerd, die punten wel maken. Dan maak het jezelf ook een heel stuk makkelijker. Ja, ik denk dat als je bepaalde momentum hebt en dat gezamenlijk opbrengt. Maar op dat moment voel je dat het te goed gaat en dan ga je individueel een klein beetje hier en daar je eigen ding doen. Dan val je net uit elkaar. En op dat moment nemen hun het juist weer over en dan gaan zij weer gelijkstand eroverheen. En dan val je in een bepaald gat wat je gewoon in de tweede helft, in de derde kwart, vierde kwart weer moet gaan opvullen. Nu hebben we het geluk gehad dat we tijdens de halftime het recht konden trekken en zo dicht mogelijk konden blijven. Derde kwart gelijkstand en aan de vierde kwart konden wij ons momenten pakken en pieken. Thuiswedstrijden zijn altijd cruciaal om te winnen, zeggen ze. Dus dat heb je ook keurig netjes gedaan. En wat opvalt in deze pool is dat die ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Alle vier. Ja, en ik denk dat uit en thuis ook niet veel uitmaakt. We hebben Benfica gezien en je ziet dat zij winnen. Zelf ook dan met 1 punt thuis van de Hongaren. Het zit heel dicht bij elkaar. Met andere woorden, terug naar je eerste opmerking hiervoor. Gewoon thuis winnen en uit er eentje stelen. Is dat dan de opdracht? Is dat de opzet? Nee, wedstrijd voor wedstrijd kijken en zoveel mogelijk dat ze winnen. Dus uit bij Hongarije toch echt gewoon die pot ook zien als een alleenstaande activiteit die we gewoon goed moeten volbrengen. Home winning is important. Yeah, it's very important. You gotta play in front of this wonderful, great fans here. You gotta get them a win. You know, make them excited to come back. And I love playing here. I love being in front of this great group of fans. And it really makes it fun for me. But you gotta protect home, for sure. Wat zeg je nou in de rust? Hè? Je ziet naar de stats waar een aantal dingen gewoon nog onvoldoende op orde zijn. Rebounds, turnovers, dat soort dingen. Wordt daar dan op gehamerd in de rust? Als je met 5 mensen bezig bent tegelijkertijd op het veld. En in
op 2-3 belangrijke momenten in de eerste helft laat je dan even liggen, omdat je net niet die eenheid van 5 bent. Dat is wat er gebeurt. Sta je dus 6 of 8 punten achter. En dat lukte gewoon in de tweede helft heel erg goed. En dan zie je ook dat, hoe zeggen ze dat, dat de som der delen veel meer is dan de optelsom van de individuele onderdelen. At halftime, our worthy, somebody I look up to on the team, came up to us and said we have to match their energy. They played harder than us, and that's what they do. They played really well and didn't beat themselves. And second half, we just said we had to play harder than them. And the fourth quarter really showed. Third quarter, we kind of was there a little bit, but fourth quarter, we took the game over and blew it up. En dan is het ook nog heel prettig dat je met 13 punten verschil wint. Dat je 80-67. Je weet maar nooit in deze pool waar ploegen toch behoorlijk aan elkaar gewaagd lijken. Dan kan het uiteindelijk zelf wel eens een keertje doorslaggevend zijn. Ja, ik denk het wel. Ik denk wat heel belangrijk voor ons is op dit moment, is dat wij dit momentum vasthouden. Als je ziet, als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, zijn we in een stijgende lijn toch wel bezig. En dat is gewoon belangrijk voor ons spel. Dat is belangrijk voor ons vertrouwen. Ik denk dat we wel goed bezig zijn, maar de grootste kunst zal zijn om het vast te houden. It was a very, very good team win. Everybody stepped up and made big points when they had to. And last week we took a L, a tough one in overtime, and it was good to get protect home here. And next game we're looking forward to it, but we got a game Saturday and look forward to getting to that too. Den Bosch is natuurlijk een fantastisch team. Ze spelen heel goed. Dus ik denk dat wij daar weer een ultieme test gaan hebben. Den Bosch is een team wat in Nederland speelt natuurlijk. En ze kennen ons, ze kennen de spelers. Dus dat maakt het alweer een stuk moeilijker. Ze kennen tendencies, ze weten hoe jongens spelen. Dus ja, het gaat echt erop neerkomen dat je goed samen speelt. I enjoy everything about Leiden. It became home for me very quick. I love it. The people are awesome. And it's just a great place to live. And I really enjoy it.